Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe video. Nou, wat gaan we in deze video doen? Wij gaan namelijk naar de Efteling. Ik wil sowieso de droomvlucht doen, want die hebben ze helemaal vernieuwd. Met nieuwe poppen en... ze hebben de poppen veranderd, ze hebben bloemetjes veranderd, ze hebben het licht veranderd. Dus dat wil ik gaan doen. Maar eerst gaan wij even eten. Kijk, we hebben even wat ontbijt gehad bij de McDonald's. Ik ga hem even uithalen. Wow, ik ben weer aan het inzoomen, niet heel handig. Zo, even heerlijk eten en dan gaan we lekker door naar de Efteling. Nou, we zijn aangekomen bij de Efteling. Het is best vrij druk. Lekker weer. Mooi. Nou, we gaan eerst richting Fata Morganaplein, want ik moet naar de wc en dan gaan we de attractie bezoeken. Dus ja. Fata Morgana hebben we gehad en dan gaan we zo richting Droomvlucht. Maar eerst wat drinken. Chocobabbel. Thank you.
tijd voor Villa Volta. Dit huis, dit vervloekte huis, het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Nou, we gaan nu naar het Efteling Museum. Dit is een oude deel. Dat is een oude achtbaan van de Python onderdeel. Dus let's go. Ingang Oost. Daar een invalide wagentje gratis leen. Telefooncellen bevinden zich in het theehuis en restaurant. Maar laat je dus twee ingangen. Zijn er op diverse punten in het park versnaperingen, warme hapjes en ijsdrinken. Zo naar beneden.
tijd voor even wat te eten. Ik heb hier een soepje met een broodje voor in te soppen. Broodje gezond en een fles met drank. En er zit cola in, dus dat wordt lekker smullen. Zo, nou, net heerlijk gegeten bij het Witte Paard. We lopen nu door het Sprookjesbos. Dus... Ja, ik film heel even met mijn telefoon omdat de camera bijna leeg is. Maar zoals ik al zei, we lopen door het Sprookjesbos. En springt er naar die heging niemand meer. Maar lang van jezelf van je vogel op. Ja, oké. Want zo zei hij, daar kom ik nooit. En nooit. En zo kom ik dan wat mee. Nou, als je jarig bent, dan krijg je een gratis gebakje. Ik zal het even laten zien. Tada! En dit is het gebakje. En ik heb er nog wat drinken bij gekocht. Nou, het gebakje heb ik op. En die heb ik gegeten bij Fabula, het restaurant van Fabula. En nu gaan we de film Fabula bekijken. Dus ja, ook dat ga ik niet filmen, want ja... dat heeft niet zo heel veel zin. Maar jullie zien mij daarna. En hier komt vanaf volgend jaar Dans Macabre. Maar goed, dat zien we volgend jaar wel. En we gaan nu naar Fabula en dat is ongeveer 10 minuten wachten. Nou. Lopen we er doorheen. Ja, over het brugje. Haha. Zo. Nou, we gaan één attractie nog doen. Symbolica is daarachter. En dan gaan we alweer richting huis. En Symbolica is 10 minuten wachten.
En dan was dit de video in de Efteling. Nou, het was op zich heel leuk. Het was gezellig druk. Het was lekker warm. Ja, lekker warm. Het was gewoon goed weer. Ik heb toch alles kunnen doen wat ik wil. Nou, net het park verlaten zijn nu onze auto aan het zoeken. Het is niet zo heel ver. Nou, wat ik al net al zei in het park of bij de ingang van het park, dat het eigenlijk lekker gezellig was. Het was niet druk, het was ook niet, ja, het was gewoon gezellig druk, laat ik het zo zeggen. Het weer, ja, die was eigenlijk perfect. Geen regen gehad, mooi. Het zonnetje af en toe bewolkt. Ik denk 16 graden of zo. Dus ja, zodra ik in de auto ben, dan laat ik weer wat van me horen. Nou, auto gevonden. Zo. Nou, ik ben blij dat ik zit. Zo, doe het even zo. Nou, ik ga ook bij deze de video afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Ik heb niet alles gefilmd, want ja, ik had de camera meegenomen, maar die was al leeg bijna. Eentje streepje, maar begon al te knipperen. Ik had de reservebatterij niet bij me, heel dom. Dus ik heb heel veel dingen met mijn telefoon moeten doen. En die begint langzaam ook op te raken. Dus bij deze, tot een volgende keer. Doeg!